We zijn vandaag in Sunparks Mall, waar de kersverse finalisten voor Mr. Gay Belgium 2019 zijn verkozen. Tijd om ze beter te leren kennen. Bij mij heb ik Joris zitten. Dag Joris. Goedendag. Alles goed? Ja, met u. Goed, dankjewel. Hoe heb je het weekend al beleefd? Spannend. Ik had in het begin heel veel zenuwen, maar ik ben al meer op mijn gemak. En het is echt een avontuur tot nu toe. Je was heel emotioneel toen je uiteindelijk bij de 12 finalisten bleek te zijn. Wat doet dat met een mens? Ja, ik was er echt niet goed van, omdat ik eigenlijk niet had verwacht dat ik er ging bij zijn. Omdat ik eerst dan, toen we bij de jury moesten komen, had ik wel een goed gesprek. Ik had er een goed gevoel aan overal. Maar daarna moesten we ook beginnen dansen. En dat was al iets anders. Dus ik dacht van ja, ik ga er toch niet bij zijn. En ik was echt aangenaam verrast toen Bram zei dat ik er dan toch geselecteerd was. Oké, super. Nu Joris, waarom heb je gekozen om je in te schrijven voor Mr. Gay Belgium 2019? Omdat ik heel graag een doel wil. Omdat ik graag mijn comfortzone wil getrokken. En omdat ik graag als persoon wil groeien. En ik ben ervan overtuigd dat ik via jullie echt ga kunnen groeien. En ondertussen wil ik ook graag iets doen voor de Hollybee gemeenschap. Oké, zoals? Mijn thema is eigenlijk discriminatie in de bouwsector, want ik werk voor Accent Construct. En tot vandaag is dat echt nog een mannenwereld. En ik vind het eigenlijk verschrikkelijk dat er eigenlijk mensen zijn die zo hard moeten werken in de bouwsector, die echt een pas hebben voor hun job, dat die eigenlijk nieuw eigen kunnen zijn, of dat ze gepest worden, of dat ze eigenlijk van werk moeten veranderen. En daar wil ik graag iets aan doen. Oké, klinkt veelbelovend. Nu, Joris, waar kijk je het meest naar uit de komende maanden? Sowieso naar de liveshow, daar kijk ik wel heel hard naar uit. En ook om veel mensen te leren kennen en om van alle nieuwe dingen te ontdekken en te leren. Oké, super. Nu, Joris, naar wie kijk je op in het BV-landschap? Wie is je favoriete bekende Vlaming? Mijn favoriete bekende Vlaming is Jacques Vermeijren. Dat is al eigenlijk al van toen ik klein was, van FC Kampioenen natuurlijk. Gewoon, ik vind dat een fantastische mens. Als je daar naar kijkt, dan word je eigenlijk gewoon altijd vrolijk. Heb je hem al ooit ontmoet? Ja, al een paar keer. Ik heb ook al meegedaan in Kampioenen 3 en 4. In Kampioenen 2 en 3. Als figurant. En dat is echt een simpele mens. Allee, dat is echt een sympathieke. En die doet zijn eigen anders voor dat mis. En ja, ik vind echt een toffe mens. Oké, super. Joris, ik wens je heel veel succes toe bij Mr. Gay Belgium. En ik wens je nog een heel fijne dag.